Je hebt groot gelijk. We zitten in de 21ste eeuw en we hebben recht op een state-of-the-art openbaar vervoer. We hebben recht op openbaar vervoer naar de haven van Antwerpen, waar dat 60.000 mensen werken. Maar u vergeet één ding, meneer Keulen, en dat is dat u daar verantwoordelijk voor bent. U zit ondertussen... Hoe lang zit u in de Vlaamse regering? Hoe lang zit u hier in het parlement? Hoeveel ministers hebben jullie hier geleverd van begroting, van transport enzovoort? U bent verantwoordelijk voor de wanbeleid bij de lijn vandaag. U bent verantwoordelijk voor het feit dat de lijn vandaag compleet vierkant draait. En ik heb daar nog geen woord... Nog geen enkel woord, meneer Keulen. Dan ga ik daar... Nog geen enkel woord zelfreflectie over gehoord. Hier zitten mensen... Men wijst naar de vakbonden, men wijst naar de chauffeurs, men wijst naar de managers, maar men wijst niet naar de politieke verantwoordelijkheid. Als wij het niet meer mogen hebben over politieke verantwoordelijkheid, dan kunnen we stoppen met dat parlement onze schip afkuisen en iets anders gaan doen.